Hallo lieve mensen, dit is het positief bericht op 11 jaar, op 12 januari. Dat wou ik doen. Ik dacht, doe hem toch nog op 12 januari. Afgelopen nacht was het nieuwe maan. En ik zal jullie geheimtje vertellen. Echt waar. Eén keer in de maand is de maan ongeveer anderhalf, 2 weken niet te zien. Op andere tijden. Heel klein. Dat is al eeuwen zo. Ja, echt waar. Ik heb een aantal filmpjes gezien waarin mensen zich echt afvroegen dat er een conspiratietheorie zou zijn omdat maan er niet is. Jongens. Daarom even dit. Als je nou denkt, is ze nou gek geworden, moet ze dat ook al vertellen? Nou, schijnbaar moet ze dat dan ook al vertellen. Dat mag, hè? Dat is helemaal geen probleem. Als jij nog die energie nodig hebt om te leren, wat fijn dat ik jou dat mag geven. Goed, 12 januari is 57-12-3-dag. Dat is een dag waarin er heel veel gebeurt. We heel veel rijkdom, geestelijke rijkdom op ons pad krijgen. Heb ik vandaag al gehad. Heel veel vreugde en veel communicatie. Creativiteit, gewoon lekker een doendag. Vanmorgen lekker lesgeven. Vandaag is mijn kleinzoon er. En die is gewoon lekker aan het spelen beneden. Zoals jullie weten, de meeste van jullie bij onze lieve Jul, die is autist. Die heeft dit nooit gedaan. Die heeft dit nooit gedaan. Hij speelt gewoon even. Het kan. Ja, super. Nou, ik kon er wel, als het had moeten, filmpjes opnemen. Dan had ik gewoon de televisie Pokémon aangedaan. Was hij nu stil. Dus dat kon wel hoor. Alleen dit is zo leuk, echt waar. Denk ik, wat zou die nou uitvreten? Goed, ik zei, wil nog even positieve dagberichtjes maken. Dus een beetje privé en een beetje werk. Moet allemaal kunnen. Ik had de helende engelen, maar die heb ik in mijn praktijk laten liggen. En eigenlijk had ik bedacht voor dit jaar dat ik eens begon met de edelstenen, dat is ook leuk. Kijk, dit is een amethyst hartje. En tegenwoordig, die amethyst hartjes, die hebben allemaal wat van het agaat. Of van het grijze laagje wat er tegenaan zit, want ze hebben dan zo'n lijn. En vroeger werd dat overgeslagen, dat werd gruis gemaakt of er werden andere dingen van gemaakt. Maar tegenwoordig doen ze dat niet. Want ja, het kost heel veel geld, zeker met de coronatijd, om die mijnen weer helemaal up and running te maken. Dus nu worden alle stenen gebruikt. En zo mooi. Echt. Ik kreeg laatst een klacht van iemand. En die zei, ja, ze zijn al met een mooie tekening en dan krijg ik eentje. Maar die moest naar heel ver. En toen dacht ik, oh, ik zal het mooiste uitzoeken. Dat vond ze dus heel jammer. Nou, toen heb ik haar alsnog eentje met een prachtige tekening gestuurd. Wat doet amethyst? Amethyst zorgt ervoor dat je hoofd helder blijft. Weet je wat deze zo mooi voor zijn? Kijk, wij vrouwen hebben niet alleen buste gekregen om kindertjes te voeden, maar dat is ook het ideale verstopplekje voor, inderdaad, voor stenen. Stenen. Wat doet ze nou weer, hè? Ja, goed. Nou, daar zijn die stenen dus goed voor. En dat is handig. Mannen kunnen hem gewoon in de zak doen, maar je kan er ook een powerbead hebben. Dit is een powerbead, omdat het ronde kralen zijn. Kan je ook doen. Nou, ik vond amethyst wel heel mooi voor vandaag. Helderheid, ook als je een brok of een prachtige geode hebt, die straalt helderheid en rust uit. De vibratie die vanuit die amethyst komt, die zorgt ervoor dat dat stukje waar je die amethyst hebt, dat die gaat resoneren op de kracht van op de kracht van die amethyst. Dat is zo leuk. Ik krijg ondertussen een appje. Ik had een check-out gemaakt, had ik gedeeld. En dit is ook een juf. Dat wist ik wel. Ik dacht, oh, als er wat in fout zit, dan gaat. Mag ik jou nog wat tips geven? Nee, niet iedereen mag dat. Nee. Ook als ik fout, soms moet ik even fouten maken. Dat vind ik ook prima. En dit vind ik ook heel leuk. Wat nog meer is, ook vriendin van mij over fouten, hè? Vriendin van mij zei ook, ze zei, ik ben die boeken van Radio Cinema aan het lezen. Klaske, relax, zit ook fouten in.
Hele goede boeken. Radio Cinema. Goed. Genoeg voor vandaag. Ja, ik heb steentje behandeld. Amethyst, wil je er meer over lezen? www.lumeriawinkel.nl. En dan ga je naar webshop Edelsteenwereld. En dan vind je daar ook een klein landje. Dat heet Amethyst. En dan zie je ook, ook deze hartjes heb ik te koop. In mijn webshop krijg je altijd een organza zakje om zo'n steen heen. Een A6 formaat, mooi kaartje met de betekenis erop. En in een mooi zakje en zo stuur ik het je op. Stenen zijn allemaal schoon en opgeladen als je ze krijgt. Dus je kan ze gelijk gebruiken. Nou, ik wens je een hele mooie vrijdag nog. Op naar het weekend. Dag lieve mensen.